Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Woelige Baren, de zomerse talkshow op Unity TV en TV West. En we hebben een hele bijzondere gast vandaag in het programma, toch Leen? Ja, we hebben namelijk vandaag de minister, Melanie Schultz. En jij kan de hele achternaam uitspreken, hè? Schultz van Hagen Maas Gesteranus. Ja, minister, wethouder hier geweest en ze gaat nu stoppen. Dus wat gaat ze in de toekomst doen? We gaan het vragen in deze aflevering van De Woelige Baren. We zien meteen de minister aan het werk, dat is wel mooi. Mag ik wel assisteren? Welkom aan boord. Dankjewel. Ga lekker zitten, we hebben dan een plekje voor je vragen. Een minister aan boord, nou dat hebben we echt nog nooit gehad. Nee, dat is een primeurtje. Een primeur voor ons in ieder geval. Welkom nogmaals, Melanie. Dank je. We nemen aan het begin van het programma altijd eerst eventjes je paspoort door. We tutoyeren trouwens aan boord, dat hebben we afgesproken. Melanie Henriette Schultz van Hagen Maas Gesteranus. Ja, dat is een heleboel namen. Dat zijn een heleboel namen. Dat is de langste naam ook die we aan boord hebben gehad, dus dat is wel. Twee primeurs. Ja, precies ja. Geboortedatum 28 juni 1970. Ik zal niet uitrekenen wat dat met je leeftijd doet. Geboorteplaats Laag-Soeren, Gelderland. Ja. En huidige woonplaats is Leiden. Vooral bekend als gemeenteraadslid en wethouder in Leiden. En de jongste staatssecretaris ooit van Verkeer en Waterstaat. En nu op dit moment natuurlijk minister van Infrastructuur en Milieu. Klopt het allemaal? Ja, tot nu toe wel. Er zit nog een heleboel tussen, maar voor zover... In grote lijnen? Ja. Nou, dan is dit er. Ja. Minister, hoe ziet de dag van een minister eruit? Vol. Altijd heel vol. Je hebt ochtends, middags, avonds... Of afspraken of bijeenkomsten. En als je niet een keer iets hebt 's avonds, dan heb je van die grote tassen mee naar huis met werk. Maar wel heel erg leuk en afwisselend. Wat mooi is, vooral bij mijn ministerie, is het natuurlijk heel erg doenersministerie. Verkeer en Waterstaat, dan kom je nog eens buiten. Ik heb ook collega's die alleen maar binnen zitten. Maar ja, je bent bij een opening van een weg of er moet een dijk aangelegd worden. Of er zijn problemen buiten waar je eens naar moet gaan kijken. Dat je moet gaan praten met de mensen. Dus je komt buiten, er komen heel veel mensen bij jou. Je moet naar de kamer, je hebt je interne overleggen. Buitenlandse druk. Reizen, nou echt van alles. Wilde je dit vroeger ook worden? Is dit de droom van nee, de kleine natuurlijk niet. Natuurlijk nee? Niet. Ik wil, als je jong bent wil je toch hele andere dingen worden. Nou, wat? Nou, toen ik 6 was wilde ik boerin worden. Ja. Maar dat kwam omdat ik een vriendinnetje had die op een boerderij woonde. Maar haar ouders waren helemaal geen boer. Ze hadden gewoon een paar beesten, dat was het ook. Dus toen ik erachter kwam dat je dan elke dag om 4 uur op moest, toen was die droom eigenlijk snel over. Maar dat moet je nu ook? Nou, nee, dat valt nog wel mee. 5 uur. Nog wel mee. Nee, nu word ik gewoon wakker om 7 uur. Als de kinderen wakker worden, dan ben ik eigenlijk ook wakker. En later wilde ik burgemeester worden. Dat zit natuurlijk al iets dichterbij. Dat leek me wel een hele mooie baan. Maar dit zijn de dingen, ja, die bedenk je eigenlijk niet van tevoren. Dat gebeurt gewoon. Op een gegeven moment word je gevraagd. Je hebt gymnasium gedaan in Lisse, bestuurskunde gestudeerd in Leiden, vervolgens adviseur geworden bij een adviesbureau. Daar maakte je toch echt wel een hele sterke groei door, binnen 2 jaar senior adviseur. En dan kies je er toch voor om het publieke domein in te gaan, om de Leidse politiek in te gaan. Hoe kwam dat? Nou, ik was al gemeenteraadslid, dus ik was gemeenteraadslid toen ik ook bij het adviesbureau werkte. En dat was prima te combineren. Ja, ik zal meebuigen, dat is een gevaarlijk hier. En dat was prima te combineren. Het was helemaal niet mijn bedoeling om echt de politiek fulltime in te gaan. Alleen VVD, waren weer verkiezingen geweest. VVD zat al 20 jaar in de oppositie. En we werden de grootste en we werden er weer buiten gehouden. En toen ging de fractievoorzitter die we toen kenden, die ging weg. En die zei, ik stop ermee na een jaar. Jij moet het maar worden. En toen ik het werd, dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht, ja, dat college wat er nu zit in Leiden, die zijn eigenlijk heel ongelukkig met elkaar. CDA, PvdA, GroenLinks was het toen in D66. En vooral met CDA was er veel ruzie. Dus ik ben gaan praten met toen de fractievoorzitter van de PvdA, Ron Hillebrand, die later ook wethouder was. En zei, volgens mij
Dan moeten jullie gewoon van het CDA af, VVD erbij. En, de nou ja, het was een jaar na de verkiezing, dus het college zat er net. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, nou eigenlijk vind ik het wel een goed idee. En toen dat gebeurd was, toen zei hij, ja, dan moet jij ook maar wethouder worden. En zo is het eigenlijk gelopen. Dus ongepland. Ik heb er ook wel echt over getwijfeld. Ik was toen 28, dat is natuurlijk hartstikke jong. Ja. Van, moet je dat wel doen? En aan de andere kant, ik hou van die stad. En ja, de portefeuille is goed, interessant. En ik wil het eigenlijk wel graag doen. Maar dan kom je in Leiden terecht, in de Leidse politiek. De slangenkuil, letterlijk. Waarvoor heb je daar zin in? Het was alleen maar ruzie. Ja. Wethouders vielen. De ene wethouder die zat nog niet en was hij alweer gevallen. Ja. Het kan ook gewoon, je was 29. Het kan ook het einde van je carrière. Dat betekent in ieder geval de politiek. Nou ja, zo dacht ik er niet over na. Want je bent nog niet bezig met het begin en einde van je carrière. Je hebt gewoon wel of niet de roeping om dat te doen. En het was inderdaad wel een politiek hele ingewikkelde tijd. Want het was echt een wethouderscollege, zoals dat heet. Hè. De burgemeester heeft wat minder te zeggen. En de wethouders die waren eigenlijk allemaal heel sterk. Maar daardoor was het ook gewoon niet zo heel erg coherent. Het hing niet zoveel samen met elkaar. Ja, ook als je college had, was je meer aan het vechten over je onderwerp. In plaats van dat je samen met elkaar iets probeert te bereiken. En dat weet je eigenlijk pas als je erin zit. Ben je 29, word je wethouder. Ja. Is ook nog een leeftijd dat je kan reizen, de kroeg in kan, met vrienden eten, met je bootje door de stad varen. Allemaal niet voor gekozen wethouder geworden. Nou, ik ben nog steeds met mijn bootje door de stad gaan varen. De kroeg heb ik ook nog genoeg gezien. Dat kan eigenlijk allemaal. Het is niet zo dat je leven afgelopen is als je wethouder wordt. Maar Het is wel hard werken. Het is wel hard werken, maar elke baan is natuurlijk wel hard werken. En het is ook in je eigen stad. Dus je hebt ook wel weer heel veel tijd over dat je niet aan het reizen bent naar een baan en ik weet niet waar. Maar het was wel een heftige tijd. Er zijn veel wethouders toen vertrokken. 5 in mijn tijd. En 1 burgemeester zelfs die het niet haalde. In 3 jaar tijd, hè? Om even aan te geven wat voor een... Eigenlijk de enige 2 wethouders die gebleven zijn waren Alexander Pechtold en ik. Ja, ja, ja. We zijn de diehards geweest. Ik ben blij dat er nu, zoals ik begrepen heb, echt een college zit en al langere tijd die gewoon veel meer samenwerkt, veel meer ook oog heeft voor wat nodig is richting de ambtenaren, maar ook richting de gemeente. Ik sluit mooi aan naar de dilemma's, denk precies, ik. Precies, we gaan naar het eerste rijtje dilemma's. Naar de brug, overigens. De eerste dilemma's. We stellen 5 dilemma's voor in het onderwerp, in dit geval politiek. Je mag niet weigeren te antwoorden, je mag niet allebei antwoorden. En je mag ja straks. Nee, het is ja of nou ja, het is een of de ander. En je mag nuanceren zometeen daarna. De eerste, wil jij beginnen? Ja, raadzaal of Tweede Kamer? Tweede Kamer. Balkenende of Rutte? Rutte. Infrastructuur of milieu? Infrastructuur. 130 op de snelweg of de omgevingswet? Omgevingswet. Realist of bluffer? Realist. Ja, even dan daar maar meteen op inhaken. Wat is het niveau van de politiek in deze generatie, deze huidige generatie politici? Nou, eigenlijk zie je al sinds 2002 dat politiek meer gericht is, en dan heb ik over Tweede Kamer, op pers en toch, laten we zeggen, korte termijn elementen, incidenten. Het is een beetje, zoals ik het zelf zie, vanaf de dood van Pim Fortuyn. Toen is er ook wel een andere vorm van politiek gekomen, sneller, soms wat heigeriger. En dat is best moeilijk, want het is natuurlijk ook net de tijd dat we crisis hadden. Dus iedereen ook wel weer behoefte heeft aan een beetje langer termijn visie van waar gaan we heen en wat moeten we doen. Dat zit vooral in de Tweede Kamer, want de ministers die moeten natuurlijk gewoon besturen. Een ministerie is niks anders dan een bedrijf. Je moet gewoon zorgen dat dat van dag tot dag gerund wordt. En dan debatten met Tweede Kamer. Ik vind het zelf wel heel leuk. Maar soms zijn ze ook heel zinvol. En soms dan denk je wel eens, het is wel echt een incident. Ja. Je noemt nu 2002. Toen kwam je als staatssecretaris naar Den Haag vanuit Leiden. Leiden was al zwaar. Kom je in Balkenende 1. Hoe was dat? Nou. Want dat was dus het Pim Fortuyn kabinet. Die 8 maanden zat, geloof ik, het record had. Ja, dat kabinet zelf, daar valt nog een hoop over op te merken. Maar ik moet zeggen, qua... Slangenkuil, want Leiden was veel erger dan Den Haag. Ja? Ja, Den Haag was er veel meer samenwerking, veel meer coöperatie, veel meer het gevoel van we moeten samen de schouders eronder zetten.
Terwijl in Leiden dat toen in ieder geval veel minder het geval was. Dus ik heb dat toch wel als een verademing ervaren. Zelfs met Herman Heijsbroek? Ja, zelfs in die periode. We hebben het over niet zozeer een gebrek aan visie, maar wel dat het lijkt alsof de visie van veel politici het onderspit delft als het gaat om een gevecht tussen pers en belang, zeg maar, voor de Nederlandse samenleving. Je hebt 2 kinderen. Ik heb ook 2 kinderen. Ik maak mij oprecht wel zorgen over de toekomst. Mm-hmm. Op allerlei gebieden. Ja. Hoe zie jij dat? Jij zit er natuurlijk middenin. Ja. Ik geloof ook dat mensen echt zorgen hebben over de toekomst. Heb ik straks nog de zorg die ik nodig heb? Hoe zit het met de veiligheid als er zoveel aanslagen zijn, druk van andere culturen op onze cultuur? Maar ook de dingen gewoon in je leefomgeving om je heen. Hè? Wat gaat er gebeuren met het milieu? En kunnen we nog wel doen wat we willen doen in de komende jaren? En vooral in de jaren die onze kinderen hebben. Ja. Dat snap ik heel goed. Tegelijkertijd is het ook heel complex om te zeggen, er is 1 visie waar iedereen zich bij thuis gaat voelen. Dat is natuurlijk nooit het geval. Nee. Vroeger waren we veel meer verzeild en paste iedereen wel een beetje in het blokje. En tegenwoordig hebben we allemaal... Ja, aan de ene kant zijn we betrokken en aan de andere kant willen we vrij zijn. Dus je hebt allemaal keuzes die je maakt. En wat ik wel van belang vind is dat wij vanuit politiek wel steeds aangeven, nou, dit is waar ik heen wil. Hè. Dus of dat voldoende geboorte heeft. Als je kijkt naar onderwijs, ik weet nu al dat als ik nu niet iedere maand geld apart zet, dat mijn kinderen later niet kunnen studeren zonder een diploma te krijgen en daar voor tienduizenden euro's een schuld aan te koppelen. Mm-hmm. Mijn kinderen gaan de arbeidsmarkt op met een enorme schuld. Dat vind ik heel raar in combinatie met we willen vooruit met dit land en we willen investeren in wetenschap en dat soort dingen. Dat strookt toch niet met elkaar? Ik weet dat het jouw departement niet is. Nee, maar ik kan wel daar wat over zeggen. Kijk, er zijn denk ik weinig landen waar onderwijs echt helemaal gratis is. Wel basisonderwijs, middelbaar, dat is bij ons ook, maar uiteindelijk universitair onderwijs of ander hoger onderwijs is eigenlijk altijd wel een bijdrage voor, soms extreem hoog. Hè. Als je ziet Amerika of Engeland, dan moet je nog veel meer betalen dan bij ons, soms een gedeelte. Ik denk dat er 2 kanten aan zitten. Ik vind het ook wel goed dat er een soort van prikkel is, dat als je op kosten van de maatschappij, hè, want je lagere school, middelbare school moet je afmaken, als je op kosten van de maatschappij studeert, dat je er ook wat voor laat zien. Hè. Dus als het gratis is, dan zie je soms dat dat toch anders uitwerkt dan wanneer je er een bijdrage aan moet leveren. Dus op zich dat je een bijdrage moet leveren, vind ik acceptabel. Ik vind het wel belangrijk dat iedereen kan deelnemen. Dus dat mensen die echt een heel laag inkomen hebben, dat daar wel mechanismes voor zijn dat ze een beurs kunnen krijgen of op een andere manier betaald kunnen krijgen. Maar een beetje bijdragen aan wat je moet doen. En hetzelfde geldt voor zorgverzekering. Stel je voor dat alles gratis was, dat je alles kon afnemen, dan neem je ook alles af. Er moet altijd wel iets van een prikkel in zitten om ook terughoudend om te gaan met overheidsgeld. Want het is alsnog weer allemaal ons eigen belastinggeld dat erin gaat. Mag de politiek wel eens wat saaier worden? We hadden het net al over hoe sinds 2002 hoe politiek en media sterk aan elkaar gekoppeld zijn. Mag het wat saaier worden, iets gezapiger? Ja. Ja? Van mij wel. Maar kijk, naar welke tijd moeten we dan terug? Nou ja, het hoeft ook weer niet... Voor 2002? Het hoeft ook weer niet 1919, wat was het? Ja, maar doordat er natuurlijk overal camera's staan... eigenlijk voordat er iets gaat plaatsvinden al een beetje gevist gaat worden van wat vindt iedereen ervan. En Kamerleden vaak weten dat ze niet in beeld komen als ze niet gewoon heel zwart-wit zijn over onderwerpen. Zie je dat een onderwerp vaak voordat het debat er is al op de spits gedreven wordt. Ja. En ik heb hele leuke voorbeelden die veel die makkelijk kunnen omdat ze op mijn terrein zitten en daar is niet zoveel ophef over. Maar als ik een algemeen overleg heb... en dat is een commissievergadering op mijn terrein. Dan de 1-2 dagen daarvoor zie ik in één keer allemaal stukjes verschijnen in de krant op mijn terrein over waar er problemen zitten. En dan weet je dus al waar de Kamerleden op gaan acteren. Maakt het ook makkelijk voor mij hoor. Dan weet ik al dit en dat zijn onderwerpen. Maar tegelijkertijd denk ik, is de pers er om te verslaan wat er is of om een incident te creëren? Lekker over de stad gaan kletsen. We gaan lekker over de stad kletsen. Ja, weer 5 dilemma's. Dit keer over je woonplaats Leiden. En
geldt hetzelfde als bij de eerste reeks dilemma's. Zal ik de eerste doen? Ja. Leiden of Den Haag? Leiden. Ja, mooi. Dienstwagen of de Leidse grachten? Leidse grachten. Paul Laudy of Jochem Meijer? Moeilijke keuze. Moet ik meteen zeggen? Ja. Nou, je mag zo nuanceren, hè? Ja, leuk, maar ik zeg Paul Laudy. Paul Laudy, onze wethouder. Leiden is een ideale springplank of niets bereid je voor op Den Haag? Nee, Leiden is een ideale springplank. En vanaf 2017 eindelijk tijd voor Leiden of eeuwig verlangen naar Den Haag? Nee, eindelijk tijd voor Leiden. Je gaat weg. Ja. Je hebt aangekondigd weg te gaan. Ja. Hoe voelt weer, dat? Weer. Weer, ja. Weer. Ja. Weer. Ja, een soort Heintje David. Ja. Nou ja, ik vind het heel prettig. Als ik straks, we hebben in maart verkiezingen, dan duurt het nog heel lang voordat er een nieuw kabinet komt. Dus het zal wel misschien pas september volgend jaar zo zijn. Maar dan zit ik ook wel meer dan 12 jaar. Dat is wel echt lang. Ja. En ik vind het hartstikke leuk werk, nog steeds. Ik zou het zo ook nog wel weer een paar jaar kunnen doen. Maar je tekent wel bij voor een aantal jaar. Hè? En ja. Je kunt niet tussendoor weg. Dus ik heb wel weer behoefte om weer wat meer mijn eigen agenda te kunnen bepalen. Om wat vaker thuis te zijn. Even mijn kinderen gaat naar de middelbare school. Ja, precies. Ik ook wel, je zegt net hoe druk het leven is. Kan je nu, ben je nu aan het fantaseren over de tijd dat je weg bent uit Den Haag. Je kinderen rustig naar school brengt. Naar de supermarkt gaat. Misschien de bloemetjes in de tuin nog eventjes water gaan geven. Ja, voor een maand ongeveer. En daarna ga ik echt wel weer werken. Wat voor werk zou je nog ambiëren? Wat zou een perfecte volgende baan zijn voor... Nou, ik vind het best wel moeilijk, want eigenlijk is dit wel een perfecte baan. Want hier heb je heel veel, hele brede vraagstukken. Ik kom op heel veel plekken. Het zijn dingen die me heel erg aan het hart liggen. Ik ben heel erg bezig met watermanagement. Hoe houden we Nederland veilig en droog, maar ook internationaal. En elke keer als je nadenkt over ja, wat kun je dan doen daarna, dan elk bedrijf of elke organisatie waar je aan denkt, die doet maar een stukje. Dus ik vind dat best complex. Ik weet het eigenlijk nog niet. En er is zoveel te doen. Gaan we je ooit nog terugzien als burgemeester? Nou, volgens mij heeft de burgemeester hier net bijgetekend, toch? Ja, maar dat komt toch wel precies een beetje uit met als jij een rustpauze hebt na je ministerschap. Ja, 3 jaar, 4 jaar. Oh, dan, 3, 4 jaar rustpauze, dat is wel heel lang. Nee, ja, jullie weten dat het vroeger ooit mijn wens was om burgemeester te worden. Dus wie weet weer aan het einde van de carrière dat het ook nog weer is... We hadden het over de dromen als meisje, burgemeester worden. Is die droom dan nu weer terug? Dat je echt denkt, ja, dit is wel echt een optie. Niet een soort gedachtenspinsel, maar burgemeester van Leiden. Als dat over 10 jaar aangeboden wordt? Nou, nu ben ik daar niet mee bezig. Maar ik denk dat ik echt eerst andere dingen ga doen. Maar later, ja, je weet het nooit... Kijk, ik dit is een politiek antwoord. Ja, kom op, nee, niet. Ja. Is die ambitie er nog steeds? Nu zou je ja zeggen over 10 jaar, als je burgemeester kan worden van Leiden? Nou, misschien wel. Ik hou van Leiden en er is zoveel te doen nog. En het is een leuke stad om in te werken. Dus ik kan me daar best iets bij voorstellen. Goed, over 10 jaar. Burgemeester dus. Wat zijn nou echt zaken die je nog aan zou willen pakken binnen de stad? Wat moet er nog veranderen? Maak het eens concreet. Nou, ik vind dat Leiden veel meer kan doen om zichzelf in de picture te spelen. Want we hebben een prachtige monumentale binnenstad, maar het kan gewoon nog meer uitgebuit worden. Hè? Nog mooier gemaakt worden, nog meer samenhang. We zouden veel meer voor nieuwe technologieën kunnen gaan. Ik ben zelf een groot fan van zelfrijdende auto en alles wat daarbij hoort. En waarom zie ik wel andere steden een vinger opsteken en zeggen, nou mogen wij als eerste gaan testen, kijken of we bepaalde gebieden al zo kunnen inrichten dat we een nieuwe vorm van mobiliteit... Laat staan zelfrijden. Het probleem is juist een beetje dat als je niet als een van de eerste daarin opteert, dan profiteer je ook niet van mogelijk subsidies of innovatiegelden. Als je vooruit loopt, zie je ook dat anderen een beetje bij jou wat willen doen. En zo'n zelfrijdende auto kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er minder auto's nodig zijn. Dat ze dichter op elkaar zitten, dat ze meer gedeeld kunnen worden. Dus dat je ook echt capaciteitsvraagstukken oplost. Maar ook minder uitstoot, minder brandstofverbruik. Het is veel te kort om daar nu over te hebben. Maar het gaat heel veel betekenen voor mobiliteit. Dat straks auto's
eigenlijk zonder ons kunnen. Die kunnen zichzelf parkeren. Die kunnen dus ook ergens weg parkeren in plaats van voor de deur. En dat gaat echt heel veel veranderen. En dat komt heel snel. De laatste vraag is van een kijker. En ik denk dat het ook een hele mooie is om het programma uiteindelijk mee af te sluiten. Tenminste, dat hangt een beetje van je antwoord af, maar ik denk het wel. Komt-ie. Hi, ik ben Carmen Visser. Ik kom uit Rijnsburg. Mijn vraagje is voor mevrouw Schultz. Zou u uw leven weer hetzelfde doen zoals u nu heeft gedaan? Nee. Zij stellig? Ja, nee. Ik plan niet zo heel veel in mijn leven. Dus de dingen gebeuren. Wethouderschap was niet gepland. Staatssecretaris ook niet. Ik kon niet weten dat heel Den Haag in rep en roer was. Vanwege de dood van Pim Fortuyn. En vervolgens iedereen gewisseld werd. Ook hierna denk ik, ja, laten dingen maar een beetje komen. Dus als mijn leven opnieuw gedaan werd, volgens mij zou dan ook weer een heel ander pad liggen. Volgens mij ontrolt zich alles vanzelf. Datgene wat nodig is, dat komt vanzelf. En ik geloof niet in dat precies zo uitgestippeld is, maar dat eigenlijk nog alle kanten op kan. Vind ik een opvallend verhaal voor een liberaal. Want dan zeg je eigenlijk, als liberaal, je moet je eigen geluk in handen nemen. Het zijn jouw keuzes die je leven bepalen. Dat spreek je nu tegen? Nee, want op zich ben ik nog steeds voor de jagen geluk bepaald. En zo voel ik het ook. Ik ben boeddhist. Ik geloof in dat niet een ander mijn emoties bepaalt, maar dat ik mijn eigen emoties bepaal door hoe ik daarop reageer. Dus daarmee creëer ik dat geluk. Maar daarmee is dus ook, maar doet het dus ook echt niet zoveel toe wat er om me heen gebeurt. Hè? Wat voor een baan ik heb of wat er om me heen gebeurt, is bijna niet relevant voor mijn eigen happiness. En ik kan me dus heel goed voorstellen, zoals ik dingen nu gewoon laat gebeuren en me daar aan voeg en probeer daar het mooiste van te maken, dat er ook hele andere dingen op mijn pad kunnen komen. Ja, mooi. Dat is een mooi einde van deze aflevering. Melanie, dankjewel dat je bij ons aan boord wilde komen in de Woelige Paarden. Heel leuk. Het was leuk om te doen. Dankjewel. Dat is ook weer goed om te horen. Ja. Nou, precies, in het zonnetje, dat wil je nog meer. Volgende week zijn we er weer. En kijk ondertussen even op onze Facebookpagina. facebook.com/dewoelegebaren. Vind je allemaal extra filmpjes en vorige uitzendingen terug. Dus tot volgende week. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, als het aan mij ligt, dan varen we nog even door. Maar komt de zin op eens. Hé, Jan? Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ja, wellicht. Bedankt. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Leidse Rederij.